Hallo lieve watertekens, welkom bij jullie reading van maart tot en met april. Zoals je hoort is het dus echt voor 2 maanden uitgestippeld. Watertekens, vissen, kreeft en schorpioen. Vandaag ga ik jullie behandelen. Ik zal per sterrenbeeld even een kaarsje ophouden, zodat je kunt zien wanneer jouw sterrenbeeld ingezet gaat worden. We gaan vandaag dus kijken wat er de komende periode naar voren mag komen voor jullie. We gaan starten dus met de vissen. Kijk even op dat de video met je resoneert. Neem alleen het stukje wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. Het kunnen dus voorspellende berichten zijn. Het kan zijn dat als je als crosswatcher aan het kijken bent, dat de tijdlijn wat anders kan zijn als dat je misschien hier op tafel ziet liggen of hoort. Kijk anders ook altijd even naar je geboortehoroscoop. Dus er kan dus ook best wel daar wat mooie boodschappen naar voren gaan komen. We gaan lekker beginnen. Een reading dus voor 3 sterrenbeelden vandaag. De eerste die zijn al opgenomen, dat waren de vuurtekens. Ik hoop morgen de rest op te kunnen nemen. Dan komt dit dus in 4 viertal video's online. Boven in de thumbnail en in de beschrijving zal ik gewoon zetten van wie de video is. Zodat je het altijd goed en helder in zicht krijgt. Maar vandaag gaan we dus beginnen met de vissen. Ik hoop dat die duidelijk in beeld is. Ik zie op mijn schermpje niet helemaal of dat die scherp is. Maar waarschijnlijk is dat op groter beeld beter beschikbaar. We gaan kijken, lieve vissen, wat er naar voren mag komen voor jullie. We hebben pak de situatie met liefde aan. Nieuwe maan in Waterman. Voelt ook gelijk dat, dat er wat ontkoppeld mag worden. Maar we gaan eens even kijken wat er nog aan toe... Oh, die was al heel snel. We hebben gebroken hart. Verwerk je verdriet, zodat je hart weer gevuld kan worden met warme en liefdevolle energie. Nu is het natuurlijk zo, als jij een gebroken hart hebt of een pijnstuk op je hart, vormt dit in een lagere trillingsenergie. Dit kun je ook wel even als een donker stukje zien in je hart. En het is natuurlijk de bedoeling dat je hart weer vrij gaat komen van die donkere stukjes, waarbij het licht kan gaan schijnen, waarbij dus ook weer de ruimte kan gaan komen om weer nieuwe liefde of überhaupt het stukje liefde in jouzelf te gaan ervaren. Nu is het natuurlijk lastig als er een pijnstuk zit en je mag het met liefde aan gaan kijken. Dan is dat soms lastig omdat dat ook wel een blokkerende energie met zich mee kan brengen. Hè? Het is best wel pijnlijk als er iets verwerkt mag worden. Voor sommigen kan het een recent stukje zijn. Voor anderen kan dit ook al langer geleden zijn. Nu voelt het voor mij dat voor het grootste van het mensdeel die nu aan het kijken is, dat het een stuk is die als laatste restjes nog aangekeken mag worden. Nu is het wel zo dat, zoals ik al zeg, iedereen zit op een eigen tijdlijn. Kijk even wat voor jou best even aanvoelt. Hè. Maak het niet passend, maar voel vooral of dat je het jou aanspreekt of niet. Laat het anders gewoon even los. Maar je mag weer gaan ontvangen. Kijk, we krijgen de hermit erbij. De kluizenaar. Het stukje naar binnen treden. Het stukje invoelen wat nu aan de orde is. Wat is er nu aan de hand? Waarom stagneert er ergens energie? En als je een pijnstuk hebt wat gekoppeld is aan een verbinding met iemand of een situatie. Of je hebt iets meegemaakt waardoor je dus best wel iets voelt wat geblokkeerd is, wat pijn doet, wat verdriet met zich meebrengt. Nu is het stukje vergeving daarin een belangrijk aspect. Het stukje inzien van oké, iets is gebeurd om een bepaalde reden. En als je kunt omarmen wat die reden is, kun je daar ook van loskoppelen. En kun je dus ook die vrijheid weer terug gaan krijgen. En krijg je dus eigenlijk het stukje schaduwzijde getransmuteerd naar het licht. De kaart vliegt zelfs van tafel af. Dus we pakken hem er even bij. We hebben de paasje van bekers. De kaart geeft ook wel aan dat het een nieuw proces is om je eigen weer open durven te stellen. Wat met roerigheid te maken kan hebben. Dat het ook best wel af en toe een illusie is waar je je eigen vast aan houdt. Dat bepaalde dingen misschien niet meer voor jou bestemd zijn. Of dat je daar gewoon geen ruimte meer voor hebt.
Maar er gaat wel een voltooiing plaatsvinden. Maar het is natuurlijk aan jou hoe snel die voltooiing plaats gaat vinden. Het is jouw eigen pad, jouw eigen stukken waar je doorheen mag gaan. Een ander kan jou daarbij ondersteunen als het nodig is, maar niet jou begeleiden op het pad. Het is jouw eigen pad. Blijf niet vasthouden of blijf niet afhankelijk van een ander. Probeer echt in je kracht te staan dat jij het op emotioneel vlak ook zelf kunt weer neer kunt leggen. Nu is het ook van de week, komt een nieuwe maanenergie online van vissen. Ook weer voor jullie, in jullie teken. Hè? Vis is natuurlijk jullie waterelement. Staat ook diep verbonden met je emoties. Maar het voelt voor mij ook, vissen kunnen natuurlijk van, eigenlijk hun eigen, als er water is, kunnen ze hun eigen richting bepalen. En ook jij kunt dit dus gaan doen. Jouw eigen richting bepalen, vooral je eigen innerlijke kompas voelen. Al heb je op dit moment het gevoel dat jij helemaal niet in dat gelukkige stukje staat. Of dat het gelukkige stukje niet meer voor jou bestemd is. Maar er is een bepaalde energietrilling die jij omlaag trekt door vast te houden aan een bepaalde belemmerende energie. En er is een trilling die jij zelf omlaag trekt. En dat kan te maken hebben dat je bepaalde uitspraken doet van, zie je, het overkomt me toch nooit meer. Ik ben het niet waard. Waarom praat je jezelf omlaag? Je bent het zeker waard om weer in die volledige geluk te zitten. Hè? Maar ook deze persoon zit nog met de handen voor eigenlijk de chakras. Hè? Toch nog een beetje gesloten. Nog niet helemaal los willen komen. We krijgen ook de 8 van zwaarden erbij. Maar daaronder het Rad van Fortuin. Dus de mogelijkheden liggen er. Alleen mag jij zelf inzien dat jij niet vastzit. Maar jij zelf soms vasthoudt in een situatie waar je makkelijk uit zou kunnen stappen. We krijgen namelijk de 9 van munten erbij naast de 9 van bekers. Dus 9-9. Staat ook wel voor bijna die voltooiing gaan krijgen. Hè? Bijna dat heldere moment krijgen hoe je iets vorm kunt geven. Hoe je ergens van ontkoppeld kunt raken. Waarbij jij ook inziet van oké, dit is voor mij bestemd om welke reden dan ook. Ik mag dit pad nu bewandelen, want dit werkt voor mij. Al geven andere mensen misschien tips en tricks. Als het voor jou niet goed voelt, dan is dat niet het stukje waar jij op aanslaat en wat voor jou bestemd is. Volg vooral je eigen innerlijke stuk. Er kan dus een vertrek plaatsvinden. En dat vertrek kan dus letterlijk zijn in de zin van dat je bij je eigen baas, waar je op dit moment werkzaam bent, weggaat. Of dat je een hele andere richting ingaat op sociaal-emotioneel vlak, relationeel vlak. Voel even in wat het voor jou geldt. Voor sommigen kan het dus zijn dat je of gaat verhuizen, of dat je echt dus naar een nieuwe plek gaat, waarbij je in je andere, in een andere stabiliteitsfase gaat komen. En ondanks dat het onbekend is wat er gaat komen, durf je wel deze stappen te zetten. Want je wordt ondersteund door het energetische veld. Hè? Dus of dat jij het nou God wil noemen, universum, de bron, maakt helemaal niks uit. Wat voor jou fijn is om mee te, over te praten. Het gaat erom dat jij energetisch heel goed invoelt waar jij een beslissing in mag maken. Waarbij jij een nieuwe manier van communicatie in gaat zetten. Dit is een handreiken vanuit het hogere goed. Waarbij je dus innerlijk voelt waar het mee te maken heeft. En dit dus ook daadwerkelijk in de fysieke wereld in gaat zetten. Wat ik al zei, er kan een verschuiving plaatsvinden ook op werkvlak. Dat kan zijn dat er nieuwe skills geleerd mogen worden. En die skills kunnen te maken hebben met nieuwe vaardigheden. Omdat het stukje waar je nu in gaat komen of mee gaat starten iets heel anders is als waar jij lang in vast hebt gezeten. Er komt heel veel aan het licht dat er voor velen in het collectief wijzigingen plaats gaan vinden, waar ze dus lang in een bepaalde werkgerelateerde functie hebben gezeten. In één keer gaat veranderen omdat jouw trillingsenergie aan het veranderen is, maar het stukje waar je werkzaam bent niet. Zodat het eigenlijk in disbalans gaat komen. En nu ga je ervoor zorgen door nieuwe vaardigheden in te zetten. Dat op een andere plek, dat dit wel meer in balans gaat komen. Het kan spannend zijn. Het is ook
ja, misschien wel een weerhouding om iets wel te gaan doen. Maar van de andere kant, we krijgen hier ook weer de koningin van zwaarden. Je gaat uit je hoofd, je zakt af naar je gevoel. Je voelt intern heel goed wat voor jou bestemd is, waar het naartoe kan gaan, wat jij vooral nodig hebt. We hebben hier veel luchtenergie, dus het kan zomaar te maken hebben dat jij ook nog iets van een luchtelement in jouw chart hebt zitten. Maar ik krijg en de 2 van staven in combinatie van de 4 met staven, komen er beide uit. De ene is nog onder de 9 van bekers en de andere ligt onder de 9 van munten. Dus jouw afwachtende positie zorgt ervoor dat er een succes nog niet gecreëerd kan worden. Terwijl als jij wel ervoor zou gaan, kun jij die succes en die stabiliteit gaan creëren. Voor sommigen kan het dus zijn een nieuwe werkplek of een nieuwe woning. Voor sommigen kan het ook gelden dat er een nieuwe fase gaat komen in jouw connectie als jij in een gezonde, stabiele verbinding met iemand zit. Op relationeel vlak, romantisch stuk. Kijk, de handreiking om die stabiliteit ook in de wijde wereld vorm te gaan geven. De magier onderkant dek. Alle tools heb jij binnen handbereik om ook iets te kunnen gaan creëren. Het is alleen aan jou, ga je het ook in ontvangst nemen? Want dat is nu het hele stuk. Er ligt hier een hele positieve vooruitgang. Al voelt het misschien met de overal kaarten dat het zoiets heeft van, oh, pff, heftig. Maar het voelt eigenlijk heel positief. Alleen mag jij zelf die switch, hè, die oude schakelaar van vroeger, die draaiknop die we vroeger hadden, die mag je omzetten. En als je dit voor elkaar krijgt, dan kan er heel veel positiviteit naar jouw kant uitkomen. Het enige wat jij dus hoeft te doen is op die stroming te stappen en het te gaan omarmen. Als laatste heb ik nog jullie affirmatiekaartje en dat staat op: ik bewaak mijn grenzen en ik durf voor mezelf te kiezen. Nou, ik hoop dat die in beeld komt. Deze is voor jullie, lieve, lieve vissen. Ik hoop dat jullie iets aan deze reading hebben gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter beneden in de comments. Kijk de video eventueel ook op een later moment nog even terug om te kijken of dat deze tijdlijn toch echt kloppend met je is. Soms kunnen er natuurlijk in de loop van de weken wat veranderingen in jouw systeem plaatsvinden, waardoor misschien nu iets nog niet aansluit, maar op een ander moment wel. Kijk anders echt even bij een van je andere tekens die in jouw geboortehoroscoop actief zijn. Dan gaan we dit opruimen en dan gaan we lekker verder met de volgende en dat is de kreeft. Heel benieuwd wat er voor de kreeft naar voren gaat komen. Ik leg even deze kaarten aan de kant. En dan gaan we beginnen met de kreeft. Ik hou hem even in beeld, zodat jullie makkelijker, als jullie door willen scrollen, ook het teken zien waar ik op dit moment voor zit. Maar we gaan eens kijken voor de kreeft. Wat mag ik weten voor de kreeft? Nou, die gaan heel snel vandaag. We hebben de emoties lopen hoog op Superman. Ik hoop dat hij in beeld komt. Dan moet ik heel even spieken. Want ik heb hier een lijstje. Dit is de Superman, maar we hebben in maart ook nog een maansverduistering. Wat dus best wel intensief kan zijn. Hè? Maar we gaan eens kijken wat ik erbij mag leggen voor de kreeft. Zijn er 2? We hebben karmische relatie. Haal je levenslessen uit deze verbinding. Laat je niet meer triggeren en breek los. En dat kan te maken hebben dat er dus eerder in het moment een relatie is geweest. Of verbinding die dus pijn heeft met zich meegebracht. Waarbij je misschien wel al door bepaalde intensiteit heen aan het gaan bent. Maar dat je nu merkt van oké, er komt iets weer wat mij raakt. En als dat weer naar de oppervlakte komt, dan is daar een boodschap voor dat je er met een nieuw oogpunt naar mag kijken. Dat je bijvoorbeeld, je kunt het zo zien, ik leg het eigenlijk al het makkelijkste uit, denk ik. Je hebt een bos, je hebt de eerste rij bomen, daar heb je aan gewerkt. Die heb je omgekapt en je ziet een nieuwe rij bomen. En op een gegeven moment is dat allemaal weggekapt, hè? Is dat leeg. Maar je kunt voorstellen dat als er toch nog ergens onkruid of wortels zitten, dat omhoog kan schieten, dan komt dat nog even naar boven. Dan kan dat jou nog even raken. Nou kan het dus in maart en april, dus voor mijn gevoel voelt dat als afwikkeling.
Misschien borst je een keer in tranen uit. Misschien heb je zoiets van... Gadverdarrie. Sorry voor mijn woorden, maar zo voelt het ook echt van... Oh nee, toch niet weer. Maar het mag nu, het mag vrijkomen. We hebben een nieuw perspectief. Soms is het nodig om afstand te nemen van een situatie... waardoor nieuwe inzichten tot je kunnen komen. En dat kan dus zijn dat je afstand hebt genomen... van deze relatie of verbinding of situatie... waarbij je dus het gevoel had van... ik heb alles aangeprikt, opgeschoond, losgelaten. En dan komt er ergens een moment... of je ziet een foto, of je ziet een persoon, of de situatie... of er wordt gesproken over iets en je voelt gelijk van... oh, je keel slaat dicht, je hart klapt dicht. En dan heb je zoiets van... Oké, waarom? Doordat je in die periode dus aan andere dingen hebt gewerkt... en niet meer aan dit stuk... kun je dus nou ook gaan evalueren. En die evaluatie gaat ervoor zorgen dat jij... of inziet van oké, er zit nog iets... of inziet van oké, het is nog... ja, het is maar heel klein en ik kan dit zelfstandig ontkoppelen... of het is wat groter en ik mag er iets meer input in gaan doen. Dat zal voor iedereen natuurlijk anders zijn... want we lopen ieder een eigen tijdlijn... waar ik het al altijd of ja, vaker over heb natuurlijk. Maar we gaan eens kijken, wat mag ik er met de tarot aan toevoegen? Kaarten komen op kop... 7 van bekers op kop, de aas van bekers op kop en de 4 van zwaarden. Ik pak er nog even 2 bij. Drie van munten. En de 8 van zwaarden. Onder kadek hebben we de 7 van staven. Ik hoop dat die scherp in beeld komt. We hebben dus de 8 van staven op kop. We hebben hier weer dubbele getallen. 7-7. Wellicht voor jou ook iets in het energetisch veld wat herkenbaar is. Ik zag ze juist ook 14-14. Dus daar zal ook nog een onderliggende boodschap bij zitten. Maar we krijgen de 7 van bekers en de 7 van, of de aas van staven op kop. Voelt voor mij dat dit het stukje is waar jij... daar is een stagnatie geweest in het verleden. Want het voelt voor mij niet dat dat op dit moment is, maar dat is in het verleden geweest. Ergens waar je aan vastgekoppeld zat. Nou kan dit een energie zijn die vastgekoppeld zit aan jou, terwijl jij uitzuivering hebt gedaan. Maar vanuit de andere kant weer naar jou aangelijnd wordt. Denk aan energetische koorden die door een ander weer... probeer te connecten. Hè? Probeer je energieveld goed af te schermen. Maar omdat ik ook voel dat jij in trillingsenergie aan het veranderen bent... zal dat karmische stuk er een beetje onderdoor kunnen gaan. Hè? Dat jij daar zelf niet echt meer last van hebt. Dit is wel iets waar jij nog aan blijft werken. Dat je hier ook nog best wel wat moeite voor zou kunnen moeten doen. Maar van de andere kant... we krijgen de aas van bekers, of aas van staven en de 7 van bekers op kop. Maar dit is een inzicht van oké, iets is er in het verleden niet gunstig geweest. Dat is in jouw nadeel gaan werken. Nu kan dit nog even naar de oppervlakte komen en kan dit wat emoties met zich meebrengen. Maar het kan ook een gelukkige emotie met zich meebrengen. Want het hoeft natuurlijk echt niet altijd in een negatieve vorm te zijn. Het kan ook een gelukselement zijn waarbij je zoiets van... het is nu helemaal losgekoppeld. Ik heb dat koord doorbroken. Die persoon of die situatie kan mij niet meer raken. En daar gaan we dus nu even over verder kijken. Leg er nog even een tijdlijntje bij. Kijk. Jouw energie, lieve kreeft. Jij komt in je comfortabele zone. Jouw emoties worden in bedwang. Je kunt ook echt op zielsniveau connecten met andere mensen. Het voelt voor mij ook dat je er meer open voor gaat staan. En dat is eigenlijk een soort beloning die je gaat krijgen op al het werk wat te maken heeft met de karmische verbinding. Wat ik al zeg, het voelt voor mij dat dit al langer wellicht geleden is. En misschien zit je nou de laatste restjes aan te kijken. Moet hij op kop? Oké. We hebben de aas van, of de 8 van bekers en de koningin van munten op kop. Blijf vooral in je kracht staan op het nieuwe pad van het stukje doorlopen, hè, je eigen stabiliteit. Je hebt gewoon te maken met een energiestroom van iemand die jaloers is.
iemand die jou probeert omlaag te halen, omdat jij volledig in jouw kracht staat. Jij hebt zaadjes geplant, die gaan nu uitkomen. We krijgen weer een 7 kaart. Dus er is best wel op spiritueel vlak mogelijk. 7 staat ook voor de helende krachten en de wijsheden die jij tot je kunt krijgen. Vanuit de spiritwereld. Of je innerlijke stem of hoe jij ook dan de boodschappen doorkrijgt. 2 van zwaarden. De keuzes en de knopen zijn al doorgehakt voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is nu aan jouzelf blijven werken in de vorm waar jij al mee bezig was. Dingen tot je neer of ja, naar je toe halen. Hoe je dus helemaal los kunt breken en helemaal in je eigen energie kunt komen te staan. Alleen maar positiviteit voel ik. Het is wel even zo'n reminder wat hier op tafel komt. Van oké, je bent al heel ver. Je hebt al veel voor elkaar gekregen. Maar voordat je die volledige stabiliteit weer krijgt. Is het belangrijk ook het onkruid te wieden. Want ja, dan weten we allemaal hoe irritant onkruid kan zijn. Dat is ook hetzelfde met deze verbinding. Karmische relatie. Levensles. Misschien is het een situatie of een traumatische ervaring die je hebt gehad. Hoeft niet altijd pertinent een relatie te zijn geweest. Maar het is wel ergens waarmee jij geconnect hebt. We krijgen de Ridder van Zwaarden en met de 8 van Staven. Blijf er vooral op vertrouwen dat de boodschappen die naar je toe komen zuiver en puur zijn. Waarbij jij niet meer je eigen af hoeft te vragen of dat het wel echt zo is. Maar vertrouw er ook op. Want als dit nu op jouw pad komt, dan weet je ook gewoon van oké, ik mag er nu iets mee doen. Het is de tijd. Ik ben er klaar voor, want anders komt het niet weer op mijn pad. En ik durf het nu ook aan te gaan kijken. Wat ik al zeg, daar zit een energie wat gekoppeld is richting jou. Zet daar een, als je weet met wie je te maken hebt of welke situatie het is, zet daar een spiegel tussen zodat de energie vanuit de andere partij gelijk teruggeketst wordt. Doe dit vanuit liefde. Dan heb je een bepaalde ontkoppeling in werking gezet. Waardoor de energie niet meer aangelijnd kan worden met jou. Nu hebben we natuurlijk ook aartsengel Michael die daar ons bij kan ondersteunen. Om energetische koorden te doorbreken. Weet je niet met welke persoon of situatie dit te maken heeft. Dan kun je in een algemene meditatie kun je dit natuurlijk ook ontkrachten. Dat je alle energetische koorden die niet voor jou bestemd zijn. In een zuivere vorm los kunt koppelen en door kunt breken. En als je dit zou gaan doen. Dan kun je weer in vrijheid gaan leven. En kun je weer in die vernieuwing verder voort gaan zetten. Dus die emoties kunnen in een positieve zin zijn of in een negatievere zin. Maar voor mij voelt het zo dat het laatste restjes zijn. De laatste onkruidplukjes die jij tussen die stenen uit mag plukken. En vervolgens mag jij op dat pad verder gaan wandelen zonder blokkerende energie. Want je hebt zo ontzettend hard aan jezelf gewerkt. En daar gaan nu de vruchten van komen. Eerdere beslissingen, eerdere ontkoppelingen zijn eigenlijk het resultaat van hetgeen wat je nu mag ontvangen. Hè? De 4 van staven zien we ook wel eens als de 11-11 kaart. Boodschap van het universum, boodschap van het engelenrijk. Wellicht kun je op Google even opzoeken welke betekenis er nog meer aan hangt. Er zit altijd een hele mooie, bijzondere engelenboodschap achter. We pakken als laatste nog een affirmatiekaartje voor de kreeft. Ik blijf in mijn kracht door zoveel mogelijk in het nu te leven. Het is het enige moment waarin ik daadwerkelijk iets kan doen. Kijk, je kunt nu die ontkoppeling doen. Je kunt nu ervoor zorgen dat die energie niet meer in kan tappen op jou of in kan tunen op jou. Zodat het jou kan domineren. Voor velen van jullie heb je die nieuwe perspectieven ook gezien. Wat er bij jou aan de hand is. Hoe je dit kunt vormgeven. Zodat jij het karmische element waar het nu aan gekoppeld zit. En het kan voor sommigen echt een heel lang proces al zijn. Misschien wel van jaren en jaren wat hiermee te maken heeft. Dat kan nu loskomen. En de emoties lopen hoog op. Voelt voor mij ook dat er weer emoties mogen gaan stromen voor jou. Waar je stabiliteit voelt. Waarbij je liefde kunt ontvangen. In welke vorm dan ook. En vanuit daar weer nieuwe kracht hebt om
door te pakken op jouw zielspad. Lieve Kreeft, dit was jouw reading voor maart en april. Laat vooral een berichtje achter of een like als dit jouw video is. Kijk anders echt even bij je andere tekens van je geboortehoroscoop. Ik was even mijn tekst kwijt. En dan gaan we zo beginnen met de volgende. En dat is de schorpioen. We gooien deze kaarten weer even lekker aan de kant. Die ruim ik straks wel weer op. En dan gaan we met de schorpioen verder. Ik hoop dat die scherp in beeld is. We hebben als eerste kaart, zie het grote geheel, volle maan in boogschutter. Kijk eens. Root chakra is een belangrijk onderdeel. Ik voel ook gelijk een soort slaap, voet idee. Blijf echt goed gronden, hè, lieve schorpioen. Want dat zal een element zijn wat de komende periode naar voren gaat komen. Dat er toch wat disbalans daardoor kan ontstaan. Maar als je dat goed blijft uitvoeren, elke ochtend als je opstaat, visualiseer dus dat die wortelchakras de aarde ingaan. Doe dit ook in de avond voordat je gaat slapen. Want in de nacht hebben we natuurlijk dat er elementen gedempt worden waarbij je denken uitstaan, waardoor het spirituele stuk vrijheid heeft om te stromen. En dan kan het dus ook zijn dat je misschien ascensiereizen gaat maken of wat dan ook. Hè. Voor iedereen zal dat anders zijn, maar goed blijven gronden. Twee keer op een dag, sowieso ben je gevoeliger aan het worden. Dan zou ik het ook adviseren als je merkt van ik ben even een beetje dizzy of ik voel dat ik me eigenlijk niet goed staande kan houden. Ga weer even een moment voor jezelf nemen en ga gronden. We hebben als tweede kaart hebben we de Divine Timing. Weet dat alles je pad pas gaat kruisen als de tijd daarvoor is. Je kunt dit niet forceren. Of je kunt dit niet forceren. Even kijken of ik het goed in beeld krijg. Scherp. Ik hoop het. Maar we gaan ook voor jullie eens even kijken wat ik naar voren mag krijgen. Lieve schorpioen, wat mag er naar voren komen voor en maart en april? Eens even kijken wat er allemaal uitkomt. Ik wil er nog twee kaarten bij. Eén kaart komt op de kop en dat is de Aas van Zwaarden. Onderkant dek hebben we de 9 van staven. En we hebben de koning van bekers als eerste. Koning van bekers, de aas van zwaarden op kop. Dan krijgen we de 10 van munten, de 7 van bekers, de 9 van munten en de 8 van munten. 9-9 ligt hier op tafel. Dus dat kan een boodschap zijn voor jou die extra nog aangegeven wordt door middel van deze reading. Of je nou als man of vrouw aan het kijken bent, dat maakt helemaal niks uit. Ik lees de energie van de kaarten. Er staat hier een mannelijk geslacht op de kaart. Dan wil het niet zeggen dat het niet voor jou bestemd is. Het voelt voor mij namelijk dat dit jouw eigen energie is, lieve kijker. Waarbij jij steeds meer in je kracht durft te staan. Waarbij je ook leert hoe kan ik ontvangen. Hoe kan ik mijn emoties tonen. En hoe kan ik dit ook doen zonder dat ik een ander tegen het hoofd aanstoot. Nu zag ik dat nooit bij deze kaart dat ik dat zo ervaar, maar dit krijg ik dus door. Dus ik neem het even voor lief. Want bepaalde communicatie kan nog even een beetje een weg zijn. Dat je soms iets anders formuleert als dat je bedoelt. Maar van de andere kant, je doet het wel vanuit liefde, vanuit energie om de stabiliteit neer te zetten. Je zit ook echt in een energiestroom waarbij je comfortabel zit, lieve schorpioen. Het financiële stukje kan goed zijn. Misschien ook het romantische stukje, de connectie met iemand. Maar er gaat een verandering plaatsvinden. Hoe comfortabel jij ook op dit moment in jouw energie zit, toch zal er op financieel vlak of materieel werkvlak iets gaan veranderen. En dat komt omdat
Jouw trillingsenergie is aan het veranderen. En als die aan het veranderen is, kun je ook voorstellen dat iets gewoon niet meer compatible met jou is. Nu heb jij heel veel vaardigheden de laatste maanden ontwikkeld. En dit ga je dus nu ook in het stukje aardse bestaan vormgeven. Nu kan het zo zijn dat voor sommigen geldt dus dat je helemaal gaat veranderen van werkplek, werksituatie. Heb ik hem op kop? Nee. Maar dat zit... Ben jij eerlijk tegen iemand om... geldt niet voor iedereen dit, hè? Ik krijg namelijk door dat jij ergens al van op de hoogte bent, maar je vindt het moeilijk om iemand iets te vertellen wat gerelateerd is dat je misschien zou gaan verhuizen of vertrekken van werklocatie of wat dan ook. Ik zie namelijk hier dat er verschuiving plaatsvindt. Daarbij krijgen we ook nog die chariot. De vertrekkaart, de verschuiving, voorspoed, volle galop vooruit. Er zal een element zijn waarbij jij financieel iets in gaat leveren, maar waarbij je uiteindelijk meer succes terug gaat krijgen in een ander jasje. Dit heeft te maken met dat jouw nieuwe pad is al ingezet. Dat ding is al omgedraaid, hè? Die zandloper. Hij is al omgedraaid, dus er loopt al iets. Dus ga mee op die stromen. Durf ook uit te spreken waarom er iets is. Of als er iets is en je hebt dit nog niet durven vertellen tegen je partner, tegen vrienden, familie, noem maar op. Omdat, al heb jij nog niet helemaal helder waar het naartoe mag gaan, wat er in de toekomst gaat komen, want dat weet niemand. We leven nu, we weten wat er geweest is, maar we weten ook, ja, nu is nu. We kunnen creëren wat er nu is, maar alles wat er in de toekomst ligt, ligt nog helemaal niet vast. Dat is gewoon nog flexibel. Jouw passie ga je achterna. Je gaat echt jouw passie achterna. En daardoor krijg je veel meer vrijheid ervoor terug. Oké, wat mag ik daar nog aan toevoegen? Waar heeft dit mee te maken? De wereldkaart krijgen we. Al jouw kennis wat je eigenlijk al die tijd bij je hebt gehouden, ga je nu vergroten en de wereld in helpen. En het kan dus zijn dat jij dit doet vanuit jouw hogere bron, hè? Vanuit... het gevoel dat je dit nu ook mag doen. Ben je als lichtwerker aan het kijken dat je misschien toch meer je licht laat schijnen om anderen jouw kennis mee te geven. Of handreikingen aan te reiken aan anderen. Je hebt zelf nog echt helemaal... Misschien heb je ergens wel zoiets van, oh, dat is leuk. Of dat zou ik fijn vinden. Of oh, dat kan ik misschien ook wel doen. Maar je weet gewoon nog niet precies hoe je het vorm gaat geven. Maar als je eenmaal instapt op die energiestroom, dan ga je succesvol zijn. Maar het is wel zo, we krijgen de vier van bekers erbij. Het is wel zo dat jij jezelf af en toe omlaag trekt. Van, oh, durf ik dit wel? Kan ik dit wel? Maar je wensen zijn eraan gekoppeld. Een stukje heling is eraan gekoppeld. Als je dat stukje heling gaat doorpakken, hè, kun je het leven weer vieren. Kun je dus ook met meer gelijke stemmen in contact komen. En dan zul je ook merken dat alles gesynchroniseerd is vanuit het hogere goed. Dat alles wat jij inzet, en het voelt voor mij echt dat het voor velen die nu aan het kijken zijn, op het stukje financieel, het werkgerelateerde element is. Je hart blijven volgen. De keuzes vanuit een hogere trillingsenergie maken. Dan zul je merken dat je eigenlijk al veel comfortabeler in die nieuwe energiestroom zit als dat jij nu voor ogen hebt. En je kunt nu de wereld ook in gaan stappen om dit dus te gaan delen. Ik pak even een extra kaartje bij de vier van bekers. Waarom ligt de vier van bekers hier? Kijk, dat heeft ermee te maken dat je nog een stukje los mag koppelen vanuit het verleden. Je bent hier al op weg bij die bekers, weg bij het oude zeer. Ondanks dat je nog niet weet wat er allemaal gaat komen, je durft het wel aan. Keelchakra is een onderdeel daarvan. Het uitdurven spreken wat jij wil, waar jouw gevoel bij zit, waar jij gelukkig van wordt, waar je echt voor weer van opbloeit. Kijk eens, het nieuwe pad waar jij op gaat komen zal een vernieuwing brengen, waarbij jij je hart weer op een andere manier open gaat stellen. Hier hebben we de koning van bekers liggen, hier krijgen we de ridder van bekers. Dus in de situatie waar je eerst zat,
Had je stabiliteit gevonden? Wist je wat je eraan had? Heb je nog niet alles uit durven spreken? Had je het op financieel vlak waarschijnlijk ook gewoon prima voor elkaar? En toch broeit er iets in jou dat je iets wil veranderen. En daarin ga jij jouw stabiliteit vinden en nieuwe handreikingen aangrijpen. Succes ga je vinden. Krijg je de 6 van staven, maar daaronder ook de 6 van zwaarden. Dus vertrekkaart, het stukje ontkoppeling van... Ja, andere elementen, ontkoppeling van wat anderen belangrijk vinden voor jou. Wat vind jij belangrijk? Waar sla jij op aan? Die vertrekkaart voelt voor mij ook dat dat... we hebben hier de 6-6 liggen. Voelt voor mij ook dat jij vanuit liefde gaat voelen wat voor jou belangrijk is. Hoe kan jij iets vormgeven in de huidige situatie waarbij jij het pad kunt gaan bewandelen waar jij... blij van wordt. En als je in connectie staat met anderen, hoe kan ik ervoor zorgen dat dit gewoon in een mooie vorm voortgezet kan worden? Het is er samen aan blijven werken, samen ervoor vechten. Niet vechten in de zin van fysiek natuurlijk, maar wel er energie in blijven stoppen. Jij gaat de buitenwereld intreden, jij gaat succesvol zijn en er zullen altijd mensen zijn die dan op een afstandje met jaloersiteit naar jou terug gaan kijken. Probeer je eigen hiervan te ontkoppelen. Dit is een proces waar jij verder in gaat groeien. Wat niet altijd even makkelijk is. Maar we hebben hier hele erge mooie kaarten op tafel liggen. Waarbij verschuiving plaats gaat vinden in de positieve zin. Ontkoppeling van een element is dus nog wel nodig. En kan er dus nog aan gaan komen. Heeft met de divine timing te maken. Maar als jij het hele plaatje gaat zien. Als jij het grotere geheel gaat zien. Waarom jij nou naar... een ander stukje gaat van jouw zielspad, dan zul je ook merken van oké, dat is allemaal nodig. Al zet je dadelijk een stapje terug in het stukje financiële elementen. Of je woning, dat het minder is als wat je eerst had. Of het is duurder qua aanschaf of huur of wat dan ook. Maar het financiële stukje komt dadelijk meer naar je toe in een grotere hoeveelheid als wat het nu doet. Waarbij je dus comfortabeler kunt blijven leven als waar je nu al zit. Maar in een hele andere vorm, want jouw energie is aan het veranderen. Waarbij dus ook het feit naar voren komt dat je met minder ook veel gelukkiger zult zijn. Maar we pakken als laatste nog een kaartje voor jullie vandaag. Lieve schorpioen, dan hoop ik dat de juiste boodschappen naar voren zijn gekomen voor jullie. Laat vooral ook een berichtje achter of een like. Kijk de video anders ook echt wel in april nog een keer terug. Nou hoop ik wel in april ook nog bonus reading online te zetten. Dat ligt even aan mijn tijdsbestek of ik daar ruimte voor ga vinden. Als het lukt, dan ga ik dat zeker voor jullie doen natuurlijk. Maar als laatste heb ik vertrouw op mezelf omdat ik voel wat goed is voor mij. Dit is precies waar ik het zojuist over had. Dicht bij jezelf blijven. Waar word jij gelukkig van? Waar ga jouw hartje sneller van kloppen? Dus... Lieve schorpioen, dankjewel voor het kijken naar deze video. En heel graag tot een volgende keer.